Waar kijken jullie nu naar? Of ze nog levend zijn. Ik ben Marie van der Vin. Ik ben lid van Jachtclub Scheveningen. Ik ben zelfs erelid. Samen met 5 andere mensen hebben wij het Nederlands kampioenschap Kleinbootvissen 2015 georganiseerd. Het Nederlands kampioenschap Kleinbootvissen wordt elk jaar door een van de verenigingen die aangesloten is bij het NFB, dat is Nederlandse Federatie Brandingwatersverenigingen, georganiseerd. De ene keer in Schaafzanden, dan in Noordwijk en dit jaar waren wij aan de beurt. Het programmaboekje wordt heel uitgebreid, daar staat alles in. De mate van de vissen die je mag vangen, de mate van waar je mag vangen, hoe het gevangen mag worden, welke je wel en welke je niet mag vangen. Om te vissen krijgen ze een viszak mee. De viszak is bedoeld om de gevangen vis in te doen. Daaraan komt een grijs label met hun deelnemersnummer, wordt bij de visafslag afgegeven. Daar wordt officieel gewogen en degene met de meeste vis, die wel maats moet zijn en niet ondermaats, wordt Nederlands kampioen. Om te vissen hebben ze hun eigen aas bij zich, dat wil zeggen levende pieren en zagers. Maar wij hebben ook zakjes uitgedeeld met gedroogde zager. We hebben dus eerst de vis gewogen en dan gaan we kijken naar de beste 3 met meeste gewicht. Die gaan we de zak opensnijden, die gaan we nakijken, elke vis. En die gaan we opmeten of die aan de maat is. Is die onder de maat, dan krijgt hij 1 kilo van zijn totaalgewicht, gaat eraf. Dus als dat een visje van 100 gram, hij heeft 25 kilo, ik noem maar iets, dan heeft hij met die strafkilo nog maar 24. Door zijn gewicht en door de maat van de vis. De wet is een minimummaat en we hebben de schar gesteld. Er is geen minimummaat voor schar, wettelijk niet. En die is gesteld door deze wedstrijd in het reglement op 20 centimeter. En daar moeten ze aan voldoen. Dus een schar moet 20 centimeter. En een wijting 27, de zeebaars 42 enzovoort enzovoort. Dat is allemaal wettelijk geregeld. Goed, het was prachtig weer. Een leuk gevangen de hele dag. Voornamelijk bot en een hoop scharretjes. En wat ondermaatse wijting. Bij alle boten hebben we morgen veel gevangen. En een uurtje of 11:30 komt de veranderde stroming waar de vangsten waren afgelopen. Een heerlijke dag, goed georganiseerd, mooie zee. Fantastisch. Wij zijn het enige damesteam in deze stoere mannenclub. Ik heb al lachen. En hebben jullie het goed gedaan? Voor beginnelingen denk ik toch wel aardig. Vies. Vies gevangen. Wat hebben jullie gevangen? Scholletjes. Ja, dus qua gewicht was het niet zoveel, maar voor de eerste keer vond ik het toch wel leuk hoor. Bij 1 hengel en daar zitten 3 haakjes aan en een, hoe heet dat ding? Zo'n gewicht, zo'n loop. En dan doe je een grote worm eraan en dat gooi je uit. En op het moment dat je denkt, van, er zou iets aan kunnen zitten, haal je op. Vissen is natuurlijk een prachtige sport. Ik raad het iedereen aan. En het is vis nog zat in de zee. Het is minder dan 20 jaar terug. Maar het is echt. Ik beveel het echt aan. Probeer het echt maar eens. Kom eens de informatie nemen bij verenigingen. Onder andere op Scheveningen bij de jachtclub. Dat het ontspannen is. Maar dat je ook nog goede, gezonde vis kan eten. Want je gaat het ook zelf bakken altijd? Ja. Dus u eet die avond ook vis? Nou nee, ik laat dat de vis eerst besterven. En dan kan je ze pas goed schoonmaken. Als je ze direct schoonmaakt, dan wordt het niks. Dan krimpt de vis helemaal.